Deze beschouwing die gaat over het gelovige leven. Leven vanuit geloof, mag je ook zeggen. En de vraag die ik mij dan ga stellen, nu in deze beschouwing, is, dubbele punt, heeft dat zin? Of is dat teken van een psychose? Psychotische mensen die zien verbanden die er helemaal niet zijn. En kunnen daarmee in paniek raken, euforisch raken en zijn niet aangenaam voor hun omgeving. Van, oh, Jopie ziet ze weer eens vliegen. Maar psychose, je hebt ook pillen ertegen, het heet de antipsychotica. Nou, daar ga ik het over hebben. Het is nu een donderdagochtend, dus 11 uur. Dus 18 juli. Vanmiddag moet ik aan het werk. Ik ben nu lekker aan het programmeren. Het gaat heel gestaag door met mijn programma. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over het gelovige leven. Nou, in 1988, toen zei ik tegen wie het maar horen wilde en die in de business zat, zei ik, ik wil een eigen programmeertaal maken. En mensen keken mij meewarig aan en die zeiden, wat een onzin. Nou, inmiddels heb ik die taal zo ver uitgewerkt dat ik daar hele applicaties mee kon bouwen. Echte informatiesystemen waar honderden mensen mee gewerkt hebben. En had ik toen de goede collega's gehad, dan had ik nu nog steeds, ja, dan hadden we een business gehad, man. Wauw. Maar die goede collega's heb ik niet getroffen. De collega's die ik had, die waren ofwel ongelooflijk lui, of ze maakten ruzie onder elkaar. En daar ga je het niet mee redden. Ze maakten ook niet alleen ruzie met elkaar, ze maakten ook ruzie met klanten. En, nou ja. En een grote mond. En als ik zei, jongens, dit en dat. Nou, dan was ik de gebeten hond. Anyway, ik heb alle commerciële producten die ik dan draaiend had met mijn programmeertaal, al die klanten, al die business, de klanten dan in feite, die heb ik overgedragen aan een ex-collega van mij, van die mag jij gaan bedienen. En ik ga de jaren die mij nog resten, ja, ik ben ook niet zo piep meer, die ga ik fulltime besteden aan het echte programmeren. Want die producten heb ik gemaakt, heb ik in elkaar gestampt, terwijl ik de basis, daar heb ik, moet ik zeggen, hoe noem je dat nou, een short turn nemen of zo? Shortcut, zei dat dan. Gewoon even quick and dirty. Dat moest wel, want ik had toen geen tijd. En de klanten, die zaten te wachten. En ja, en dan doe je het maar even quick and dirty aan de onderkant, hoor. Dat is niet zo erg. Ik bedoel, het draait allemaal wel. Het is super beveiligd met testcode. Maar het is niet mooi. Het is niet esthetisch. En ik ben nu heel rustig in mijn eigen tempo. In de basis van het hele systeem bezig. Om alles esthetisch. Alles wat bovenin geïmplementeerd is op een quick and dirty manier. Dat wordt nu onderin esthetisch helemaal uitgeschreven.
dit gaat als gevolg hebben, dat kan bijna niet anders. Dat het geheel gaat sneller lopen. Het wordt sneller en het wordt betrouwbaarder. Je zou kunnen zeggen, ik pak een heel stuk van de ontwikkeling aan de taal, die pak ik vanaf het begin weer op. En ga ik herschrijven. En herschrijven in automatiseringsland, dat staat gelijk aan technische zelfmoord. Ik weet in dit geval waar ik bezig mee ben. Ik weet welke stukken software ik geschreven heb, dat ik dacht, nou, dit is werkend nu. Dat is niet voor de eeuwigheid. En dat komt later wel een keer. Nou, die tijd is nu aangebroken. Nou, dan heb je het over een project van mij waar ik in 1988 mee begonnen ben. En het is nu 2019. En is het wat waard wat ik geschreven heb? Dan denk ik, nou ja. Die ex-collega van mij, die draait er business van. En die mag die klanten te woord staan en de factuurlayouts aanpassen. En die mag je elke dag storen. Mij niet. Ik heb laatst dat is niet zo lang geleden, ben ik met iets bezig geweest. En het moest wel, dat moest op niveau 1, dat is het allerlaagste niveau, moest dat aangepast worden. En duchtig. Met als bitter gevolg dat ik, ja, ik kon geen nieuwe werkende versie produceren. Echt niet. Dagenlang niet, hè. Ja, dat kan ik mij niet permitteren met een cliëntele die kan bellen. Want mijn software is dan, ja, net als met wegonderhoud of zo. Hè? En dan kunnen er even geen auto's rijden. No way. En het viel uiteindelijk nog mee, hoor. Dus met die periode dat ik niks kon compileren en testen, dat is misschien 3-4 dagen geweest. Alles bij elkaar. Dus dan valt het nog mee. Maar het had ook zomaar een week kunnen zijn. Als je iets over het hoofd hebt gezien. Dan krijg je de grote verrassing. Wauw. En nu kan ik dat heel rustig doen. Hè. Want er belt toch geen klant. Ik heb nog 1 klant over. En ja, die weet dat hij niet moet zeuren. Ik hou het draaiende voor zover het nu werkt en voor de rest geen snacksnack. En die ga ik heel goed helpen. Ik ga voor hem nog minimaal 1 jaar aan de slag. In dat jaar tijd krijgt hij nog hele mooie updates. Daar gaat hij blij mee zijn. Dan gaat hij denk ik nog 1 jaar willen. En dan heb ik een probleem, want ik heb mijn bedrijf opgezegd. Daar ben ik mee bezig, maar daar stop ik ook mee. Kijk, ik heb dat in 1988 opgevat. Ik weet niet hoeveel uren, dat is echt belachelijk. Heb ik erin gestopt? Uit geloof, hè? Puur uit geloof. Dat ik dacht van ja, dit moet ik doen. Het kan niet anders. Dit is mijn levensdoel. En ik heb mogelijkheden gezien. Als die collega's van mij meegewerkt hadden, jongen, dan hadden we nu, ja, dan hadden we 30 man in dienst gehad. En een omzet gedraaid, jongen. Wow. Maar ja, dan moet wel iedereen meewerken en niet ruzie gaan lopen maken onder elkaar. En dan helemaal niet de luie piet uit gaan hangen. Oh, wat hebben die sukkels de boel verprutst, man. Stelletje e-hals. Dus dat was mijn schuld niet. Kijk, dat kon ik niet weten van tevoren.
heb zo'n BV gehad, hè, met drie andere vennoten en een bak personeel. Een mannetje of acht of zo hadden wij meestal in dienst. Dan ging er eens eentje weg en dan kwam er eentje bij. En er liepen 10, 20 projecten tegelijkertijd. En ik had mijn eigen project, die programmeertaal. En deed hand- en spandiensten voor de rest. En het kwam erop neer dat als ik een project eventjes liet hakken, takken, tuf, tuf. Nou, zo, dit is de kant waar je op moet. En nou even doorzetten. Ja, dan liep zo'n project helemaal in de soep. En dan uiteindelijk was het dan weer Perry bellen. Hè? Dan gaan we Perry maar vragen. Ja. Kon ik er weer bij komen? Oh. Ja, dat kon ik allemaal niet weten van tevoren hoor. Even een stukje typen. Anders vergeet ik dat zo dadelijk. Ik ben aan het programmeren. Ik heb nog even. Om 3 uur sta ik achter de waskar. Bij de gehandicaptenzorg. Aardige mensen die daar werken, zeg. Iedereen behandelt mij met respect. Er worden grapjes gemaakt, vind ik ook leuk. Ja, er was een man die Ruud heet hij. Het leven vanuit geloof, daar gaat het om. En dat begon er allemaal mee dat ik begin dit jaar, toen in die tijd zat ik nog bijna elke dag in de kroeg. Ik heb zo'n leuke periode afgesloten waarin ik kampioen alcohol drinken ben geworden van Gelderland en omstreken. En daar leerde ik twee mannen kennen. En beide zijn ze. Ja, hebben ze een handicap of zo. Maar hielden wel van bier drinken en blowen. Ja, in die kroeg. Ik zal niet vertellen waar, want het mag natuurlijk helemaal niet. Nee, wacht eventjes. Nee, daar mag je blowen. Binnen mag je blowen. Nee, dat is nog legaal ook. Dat is de enige kroeg in Arnhem die ik ken waar je binnen mag blowen. Dat is het streetcafé. Ga er snel naartoe, of zolang het nog mag. Nou, daar kwam ik die twee mannen tegen. En die ene die zit in een rolstoel en die andere dan niet. Maar die andere die heeft ook iets, ik weet niet meer wat hij heeft. Maar. Is ook niet zo fijn. En die vallen dan onder de gehandicaptenzorg. En dan zei ik dus tegen die jongens, begin dit jaar, hè, van, ik zou er wel willen werken. En die kwamen dan met de opmerking. En moet je daar en daar moet je melden. En dat heb ik gedaan. En zo waar, ik werd teruggebeld. Op een dag. En nou heb ik een jaarcontract. En ik brom, joh, dit is precies wat ik wilde. Dus die beslissing die ik in 1988 heb genomen. Vanuit geloof. Want dit moet ik gaan doen. Ja, dat is mij prima bevallen. Ik heb beslissingen genomen en ja, daar heb ik zwaar voor moeten boeten. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb mensen vertrouwd en die hebben mij besodemieterd. Ja, wat kan ik daar nou aan doen? Had ik van tevoren 9292 moeten bellen of zo? Want, ik heb die en die aan. Dit plan, is die wel te vertrouwen? Gaat dat wel goed? Ja, dat weet er ook niemand. Dus ik kon niet anders doen dan. Hè? Van oké, dan. Ja, op je geloof natuurlijk ook. Maar ja, je moet toch wat? Had ik het slimmer kunnen doen en had ik dit, ja, ik denk het wel, maar ja, dus mijn keuzes zijn niet perfect geweest, maar ook niet wanhopig slecht, want anders had ik hier nu niet gezeten met een ongelofelijke bak broncode die wel degelijk heel erg deugt. Die esthetisch is, die er mooi uitziet.
je zich prima laat lezen. Als je het één keer snapt. Het levert software op die wordt voor 100% betrouwbaar. Ja, dat hoor je goed. En je hebt nu het probleem in softwareland dat je de godganse tijd een update krijgt. Nou, zo dadelijk krijg je geen updates meer. Dan is dat klaar. En dan kan het meer dan enig andere bestaande programmeertaal. Ja, ja, helemaal. Maar zover zijn we nog niet. Ik weet dat dat eraan komt. En ja, wat zal ik nog nodig hebben? Ja, ettelijke jaren. Misschien nog wel 10 jaar of 20 jaar. Maar die heb ik nog wel. Mijn lichaam doet het nog prima hoor. En ik moet nog 8 jaar werken. En, ja, en dan ben ik elke dag thuis. Dan kan ik helemaal een sprintje gaan trekken. En dan kan ik informatiesystemen gaan bouwen in mijn pensioengerechtigde leeftijd. Voor Jan en alle man, voor een habbekraats. Dat wordt het plan. En daar geloof ik in. Dat is mijn gelovige leven. Ja, en is dat nou verstandig om zo te leven? Ja, besef goed wat je doet. Overdrijf het niet. Want niet alles gaat goed. Nu een keer. En ik moet zeggen dat als ik terugkijk op mijn leven, dat ik denk van nou, ja, een aantal dingen zijn gebeurd omdat ik ervoor gekozen heb, hè. En die gingen goed. En een aantal dingen die zijn goed gegaan. Maar dat het goed ging, daar had ik niet echt de hand in. Dus dat waren mazzeltjes. En toen ik terugkeek op mijn leven, toen dacht ik, jeetje, wat een hoop mazzel heb ik gehad. In die zin dat ik dus dacht van ja, hier heeft dus, hier is een kracht in het spel geweest, buiten mij om. Die het goed met mijn bedoeling voor had. Zeg maar hulp van boven. Een goddelijke tussenkomst. Ik weet niet meer precies op welke evenementen of events of zo, welke gebeurtenissen die conclusie van mij nou specifiek betrekking had. Ik weet wel dat ik een soort opsomming aan het maken was in mijn hoofd. Ik heb het ook niet opgeschreven of zo. Maar ik dacht, jeetje, dat had ontzettend fout kunnen gaan. En jeetje, daar had ik ook helemaal onderuit kunnen gaan. En jeetje, ik had zo'n hele serie van jeetjes. En dat ging dus allemaal goed. Aha. En hoe het dan goed ging, ja. Ja, allemaal toeval. Tot en met dingen zoals dat ik op een ochtend wakker werd en ik had ongelofelijke koorts. En ik kon dus niet naar een afspraak. En dat was me goed ook. Zoiets. Ik dacht van jeetje, als ik naar die afspraak, ja, dat het een tijd was geweest. Dan. Oh, man. Snap je? En die griep die ik had. Ik heb nooit griep. Of verkoud, hè, hoe noem je dat noemen? Ja, zo'n koortstoestand of zo. Dat heb ik nooit. En toevallig die ene keer.
Want dan moest ik eens bellen, zo kuch, kuch over de telefoon. En tegen mijn collega's zeggen we, ja, het is allemaal wel leuk, maar ik kan echt niet. Nou, laat maar zitten. Nou, dat heeft een hoop gescheeld. Misschien is het wel zo dat het gelovige leven eruit bestaat dat je juist dat soort dingen goed onthoudt. En andere dingen die stomweg fout gaan, dat je die terzijde schuift of zo. Maar je krijgt er wel een lekker gevoel van. Ja. Dat je die, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat je die waardering hebt. Dat je je rustig voelt. Dat je het allemaal doet uit een soort van dankbaarheid. Ik denk dat het geheim is, hoor. En dan kan het zo zijn, hè, dat er hulp van boven komt of van achter de schermen of dat soort dingen. Kan dat zijn? Nou, er zijn meerdere mensen die beweren dat dat zo kan zijn. Punt 1, vanuit de christelijke hoek wordt dat beweerd. En dat wordt daar genoemd de tussenkomst van de Heilige Geest. Het is wat. En dat, ja, Walter Veit, die man uit Zuid-Afrika, die heeft het erover. Dat hem dat is overkomen. Hij stond voor een aantal belangrijke beslissingen in zijn leven en nou, de financiële toekomst was ongelooflijk onzeker. En het ging allemaal goed. En hij zegt dat was de Holy Ghost, zegt Walter Veit. Dingen waren te toevallig. Nou, iemand anders die daarover spreekt is Carl Gustav Jung. Dat is geen christen. Dat is een tijdgenoot van Sigmund Freud. En Carl Gustav Jung heeft het over synchroniciteiten. En een synchroniciteit, dat zijn die voorvallen waarin twee dingen gebeuren die helemaal los van elkaar staan. Maar die gaan over hetzelfde. Dus je oog valt op een krantenkop en daarin staat iets over krokodillen. En dan ga je de hoek om en dan, ja, dan staat er ineens een krokodil voor je of zo. Hè? Ik denk, hé, dat is toevallig. Maar dat artikel in de krant, dat ging over dat de krokodil in West-Namibië op uitsterven staat. En die krokodil die voor je straat, in de Van Wezemstraat, die was ontsnapt uit de dierentuin. Dus het kon niks met elkaar te maken hebben. Maar
gingen we allebei over krokodillen. Als Carl Gustav Jung. Dat wordt mij steeds duidelijker dat waar de Bijbel over gaat, over dat karakter, en dat wordt in de Bijbel genoemd God of Elohim, of onze Vader, dat vanuit de filosofische hoek, en dan reken ik Carl Gustav Jung even voor het gemak tot de filosofen, dat het vanuit de filosofische hoek, dat er ook op geduid wordt. Op zo'n soort fenomeen. En dat er zo'n soort fenomeen moet zijn, omdat je anders niet kan verklaren waar de wereld vandaan komt. Neem even een slokje thee, maar laat het maar even op je inzinken. En die filosofen die tot die conclusie komen, daar reken ik Schopenhauer ook toe. Hoor. Die zeggen dat wat buiten de wereld staat en de wereld veroorzaakt, dat zachtaardig is, zachtmoedig, goedaardig, zeg het maar, welwillend. Vergevingsgezind, medelijdend. Dat de wil is. Dat zou Schopenhauer zeggen. Dus de wil, zo noemt hij, even een boertje van de thee. De wil is, dat is de term die Schopenhauer gebruikt voor het fenomeen, dat zeg ik, hè, voor het fenomeen wat in de Bijbel God wordt genoemd. En Schopenhauer zegt, die wil, die kan alleen maar willen dat wij medelijden hebben met elkaar, dat we zorgen voor elkaar. Dat we, hè? En neem mij met mijn project. Ja. Laat mij maar gaan. Maar ik doe het uit medelijden met mijn medemens. Want ik weet dat mijn medemens zich helemaal blauw betaalt aan software die ja, niet eens zo heel erg goed is. En punt 2, dat mijn medemens overgeleverd is aan allemaal informatiesystemen die beheerd worden door ik weet niet wie. En men heeft maar het nakijken. En alles maar te laten doen door mannen in ivoren torens. Van ja, het systeem werkt nu een keer zo. Want het is voor mij klip en klaar dat informatie, dat is wat hoort bij de menselijke soort. Alles is wat voor ons telt. Dat, wij moeten natuurlijk ook eten en drinken en een bedje en te slapen en frisse lucht en dat soort dingen. Maar dat hebben dieren ook. Beetje seks op zijn tijd voor de voortplanting. Maar wat dieren niet hebben en mensen wel, dat is die informatiebehoefte. En die informatiesystemen die momenteel gangbaar zijn. Ja, ken jij ze? Door wereldwijd zijn er 5 of zo. Niet meer hoor. Zijn 5, ze noemen het maar 5 spelers. Dus PeopleSoft, als die nog bestaan. En weet je die ook alweer? J.D. Edwards. En Oracle. Baan was er ook nog eentje, maar die is denk ik weg. Dat is een Nederlandse.
Maar ik werd er denk ik nog wel meer. Hè? Niet zo belangrijk. En hier werk ik dan, ja, zonder dat iemand het weet, aan een motor voor een willekeurig informatiesysteem. Dat wordt heel interessant. Waarin het begrip mens centraal staat. Erg leuk, hè? Ja, en wat is een mens? Dat komt allemaal nog. Ik weet wat een mens is. Formeel gesproken, bijvoorbeeld. Dat is mij duidelijk geworden in al die jaren. Ja, dus ik heb weliswaar van die ongelooflijk vervelende fannoten en collega's gehad. Maar ik heb wel geleerd wat het is. Wat een mens, formeel gesproken, op papier dus, is. Daar weet ik nu alles van. Ik weet het verschil tussen een mens en een project, bijvoorbeeld. Ja, ik heb veel geleerd. Veel geleerd over informatie en al die stromen en zo. En hoe informatie gekanaliseerd moet worden. En ik denk dus achteraf bezien dat het dan in de ogen van mezelf af en toe was ik weer eens. Ik heb zo'n periode gehad, ook heel veel dronken en heel veel bloden en zo. En ik dacht, ja, alles is kloten. Maar dat was het helemaal niet. Het viel allemaal reuze mee. Ja. Dus die gedachte van Jung met die synchroniciteiten, dat er dus dingen achter de schermen zich ontwikkelen, als woorden en ideeën, en dan pof komt het naar buiten in de werkelijkheid, op verschillende plekken, verschillende contexten, komt één en hetzelfde begrip naar boven. Synchroniciteit. Is er nog een man, die heet Paul Levy, een man van Joodse afkomst. En die belandde in een psychiatrische inrichting, omdat men vond dat, ja, hij zag synchroniciteiten op zijn Jungiaans gezegd. En mensen verklaarden hem voor gek. Maar toen zat hij in het gekkenhuis en toen maakte hij nog veel gekkere dingen mee. En toen wist hij dat hij gelijk had. Paul Levy was zich bewust van het feit dat wat wij noemen de objectieve werkelijkheid het gevolg is van iets geestelijks. Dat is precies wat Arthur Schopenhauer zegt en Immanuel Kant zegt en die Nederlander Gerardus Heijmans zegt. Het is niet de materie die denkt. Nee, het denken levert materie. Of het denken veroorzaakt de rangschikking van materie. Van atomen, elektronen tot en met complete mensen. Dat wordt veroorzaakt door het denken. Johannes 1, vers 1. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dezelfde, wat is ik weer, de contract eraan. We hebben het over het leven vanuit geloof. Hè? En voor mij is dat dan het christendom. Met de Bijbel. Of je dat nou leuk vindt of niet. Kijk hoor, Johannes 1, vers 1. Ik ga het even oppakken. Dus in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan vers 2. Dit was in den beginne bij God. Vers 3.
Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hoppakee. Gerardus Heijmans, die Nederlander, een professor, hè? Professor logica, metafysica, die komt tot dezelfde conclusie. Want er is één ondeelbare geest. Hij noemt dat dan een geest. Eén ondeelbare geest. Arthur Schopenhauer heeft het over één ondeelbare wil. De Bijbel heeft het over één God. De 10 geboden van Mozes. Ik ben de Heere uw God. Eén is het dus. Het is allemaal hetzelfde. Dus kijkend naar, met een mooi woord, seculiere mensen, zoals die Duitse filosofen waar ik het over had. Schopenhauer met name. En die Nederlander, Gerardus Heijmans. En dan Carl Gustav Jung met zijn synchroniciteiten. En Paul Levy, die Joodse man. Die heeft een boek geschreven, dat heet Weitiko. W-E-I en dan T-I-K-O. Weitiko. Aan te bevelen, omdat, om te luisteren naar, hij geeft boekbesprekingen, dan hoef je het boek niet te kopen, hartstikke gratis, kan je luisteren naar Paul Levy die geïnterviewd wordt op diverse radiostations. En dan vertelt hij over de dingen in zijn boek. Vertelt hij ook dat verhaal, meestal, ligt er een beetje aan, maar meestal vertelt hij ook dat verhaal wat hem overkomen is in de psychiatrische inrichting. En dat te gek voor woorden was. Want dat hij toen snapte dat er iets aan de hand is. Er is meer aan de hand dan het materiële. En als jij je dat beseft, kijk, dood ga je toch. Door levensverlengende operaties, daar hoef je niet op zitten wachten. Want dat is niet belangrijk. Je kan zeggen dat God, of de wil, of zo, dat is tijdloos. Dat doet niet aan tijd. Er zijn ook meerdere overtuigingen, levensovertuigingen, die dan zeggen dat een mens die maar een dag geleefd heeft, die heeft toch geleefd. Ja. Snap je? Want dat doet er niet toe dat het maar kort was. Het gaat erom hoe je geleefd hebt. En neem die collega's van mij, die ruziemakers. Ja, hoe trots kunnen zij zijn? Met hoeveel genoegen kunnen ze terugkijken op die tijd? Met hun geklaag. Ik kan me nog herinneren, er was een vergadering en ik was bezig met een dataconversie en dat was de allergrootste dataconversie waar ik ooit in mijn leven voor verantwoordelijk ben geweest. En het enige dat ik tot mijn beschikking had, dat waren computers met 32 bit. En het ging om heel veel data. 32 bit is nog vrij veel, denk je dan, dat is 4 miljard. Maximale adres. Maar die database waar alles in terecht kwam, die zat dus boven de 1 gigabyte. Dat wil je niet, dat wordt gevaarlijk. Dan zit je op 25% van je aanspreekbare ruimte.
En dan moet je ook nog weten dat was 4 gigabyte. Maar die grens die lag op 2 gigabyte. Omdat je negatieve getallen ook mee moet rekenen. Dus het was 2, ja, het was 4 gigabyte totaal. Waarvan 2 gigabyte positief en 2 gigabyte negatief. Nou, en als je nou een database richting de 1 gigabyte hebt. Nou, dan mag je weten dat je gevaarlijk bezig bent. Maar het moest wel. We moesten die klant helpen. Vond ik. We hebben veel geld ermee verdiend, by the way. Nou, en toen was de avond van de grote conversie was daar. En ik had al testen gedraaid. En echt, ongelooflijk veel tijd had ik erin gestoken. Hele specifieke software geschreven. Nou, en toen op de middag voor de conversie ontdekte ik dat er een. Ja, ontdekte ik een issue. En die moest, ja, er moest geprogrammeerd worden. En we konden pas om 12 uur 's avonds beginnen. En 's morgens om 7 uur moest de conversie draaien. 8 uur of zo. Een beetje speling, maar 8:30 hoog uit. Maar dan moest die klaar zijn, hè? Want er gingen al die winkels gingen open. Nou, toen hadden we 's avonds om 6 uur een rampvergadering. Nou, iedereen die was er dan bij, maar niet iedereen kon mij helpen. Ja, te weinig opleiding, te weinig ervaring en ja. Maar die mogen wel weten dat ze, ja, de conversie kon niet uitgesteld worden, punt 1. Dus kon niet. No way. Hij moest die nacht plaatsvinden. En er was één iemand, dat was een mede-vennoot, en die had het vermogen, die had het technisch inzicht om ja, het probleem aan te kunnen pakken. En die zakhooi, die hoort mijn verhaal aan en die zegt tegen mij, ja, jij wilde die klant zo graag, jij hebt die klant binnengehaald, nou dan doe jij die conversie ook maar. Jouw probleem hoor, doei, ik ga naar huis. Ja, dankjewel alsjeblieft. Ja, waarbij die goede man dan even over het hoofd ziet dat ik een account binnenhaalde waar we uiteindelijk 3 miljoen euro aan verdiend hebben. Met de hele company, hè? Die heb ik niet gekregen. Nee, die heeft hij ook van meegefroten. Maar op het moment suprem dat die conversie moest plaatsvinden, ja, was het mijn pakken Jan. Toen dacht ik, nou, een mooie boel is dat. Dus die jongens die bij ons werkten, ja, die gingen allemaal naar huis. Dat vond ik ook verder geen enkel punt. Want ja, ik ben meer tijd kwijt aan die jongens instrueren en vertellen wat ze moeten doen dan dat ik het zelf doe. En dan de enige die mij had kunnen helpen, dat we het samen hadden kunnen aanpakken. Nou, die gaat dan even naar huis, want hij heeft er geen zin in. Ja. Dus toen heb ik s'avonds nog iets gedaan. Maar ik kon niet zoveel meer doen, want ik kon pas om 12 uur beginnen. Nou, toen ben ik naar huis gegaan. Daar heb ik een wietje gerookt. Daar heb ik een uur geslapen. En om 11:30 opgestaan, 's avonds. En teruggewandeld naar kantoor. En toen was het bombs away. De hele nacht doorgewerkt. En 's morgens om 7 uur, dat weet ik nog, kwam een van die jongens die dus niet kon helpen. Maar die was er om 7 uur 's morgens al. André heette die vent. Of heet hij, hij leeft nog. Maar. André. Ik zei, hé hey André, ben jij vroeg? Ja, zei hij. Ik dacht, jij lust vast wel een kopje koffie. Ik zei, nou man, hoe kan je dat draaien? En hij verse koffie zetten. Ja. 8 uur, 8:30 was de conversie. Ah, bingo. Zo, oké, gooi de sluizen maar open. Iedereen inloggen. En om 9:30 belde er iemand op van die klant en die meldt een probleem. Ik zei, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Jawel, zei hij. Dat kan wel, ga maar kijken. En ik ga erin kijken. Ik dacht, wat? Ik dacht dat ik water zag branden. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Dat stond echt. 10% van de contracten, dingen, stond met een verkeerde productcode.
10% man. Kan het nou? Wat bleek nou? De afdeling Centraal Magazijn die had die middag daarvoor, zonder met ons te overleggen, eventjes de groepsindeling veranderd. Onder het motto van ja, laten we dat maar even doen voordat we gaan confronteren. Want dan is het met een mooie groepsindeling geconfronteerd. Ja, die homo's die hadden niet in de gaten gehad dat ik niet alles, nou ja, bla bla bla. Dat hadden ze even mogen doorgeven. Als ze dat van tevoren tegen mij hadden gezegd, had ik gezegd van nee, dat doe je alsjeblieft helemaal niet. De groep begrepen. Ze hadden niet de productgroepen opnieuw indelen op het moment, de dag voor de conversie. Je bent helemaal gek geworden, man. Nou, dat is waarschijnlijk zeg ik, ja, maar waarom dan niet? Ik zeg, ja, ik kan toch niet alles converteren? Ik doe de productconversie, dat doe ik 's morgens. Dan gaat de hele Tabukte-tabel gaat open. En 's nachts gaan we alleen maar de contracten overpompen, snap je? Als jij de hele middag nog je productgroepen gaat lopen aanpassen, ja, dan kan ik de hele productconversie, die kan ik 's avonds overnieuw doen. Nee, dankjewel alsjeblieft. Dat doe ik liever overdag, snap je? Oh, dan stel je krentenbrood aan. Nou, toen belde ik die directeur op. Een toffe vrouw. Dan zei ik tegen Simone, nou, dit en dit is misgegaan. Het Centraal Magazijn heeft in haar heilige inzichten gisteren op het allerlaatste moment de productgroepen anders ingedeeld. En nou staat 10% zo scheef. En ik stel voor om de operatie af te blazen en dan doen we het vanavond overnieuw. Nee, zei ze, dat kan niet. Nee, we gaan door. Het maakt me niet uit wat je uitvreet, maar we gaan niet meer terug. Ik zei, oké. Nou, 's avonds om 5:00, toen had ik de brandjes geblust. Dus één iemand van ons aan de telefoon gezet. Dat was André trouwens. André zei, oké, ze gaan bellen met z'n allen. Want we hadden iets van bijna 100 users. Ja, die komen er allemaal achter. Die gaan allemaal melden dat het contract van Pietje Puk niet goed staat. Dus ja, de telefoon zal rood gloeiend gaan en ik wil niemand aan de lijn krijgen, want ik ga alleen maar repareren. En jij houdt die gillende meute maar tegen. Dan gaan we tegen iedereen vriendelijk zeggen dat we er alles aan doen om het te repareren. Zeg maar eerlijk wat er aan de hand is. Zeg maar dat wij een vergissing hebben gemaakt. Je hoeft het Centraal Magazijn de schuld niet te geven. Zeg maar eerlijk dat er wat mis is gegaan en dat we zo hard mogelijk werken. Nou, dat heeft André gedaan. En om 5:00, dan was het opgelost. Het was een ramp, jongen, die eerste dag. En toen naar de kroeg, toen een glas whisky besteld. En ik was erg tevreden met mezelf. En die man, hè, die de betreffende nacht lekker in zijn bedje lag, ja, die heeft die klant overgehouden. Hè? Daar verdient hij nog steeds iets van 1000 in de maand of zo verdient hij eraan. Ja, dat is omdat ik die nacht heb doorgehaald. En hij lag toen tegen de lekkere, dikke, warme billen van zijn vrouw aan. He? Maar ik leef vanuit het geloof. Ik denk, ik ben trots op mijn eigen daden. Ik ben er trots op dat ik die nacht heb doorgehaald. Ik ben er trots op wat ik de volgende dag allemaal besloten heb. En ik ben er trots op dat ik die conversie voor elkaar heb gekregen. Met een 32-bits computer. Tegenwoordig heb ik 64-bits. Tegenwoordig zou ik er, nou, blijft het nog steeds een hele hoop werk. Maar tegenwoordig zou het niet meer zo'n probleem zijn. Maar toen, met die infrastructuur. Ja, je moet het maar durven. En ik had het lef en het is gelukt. Leven, levend vanuit geloof, levend vanuit een overtuiging. Dat ik dacht, ja, dit moet ik doen. Dus dat ga ik dan maar doen. En liep het goed af? Ja, het liep goed af. Ben ik momenteel blij met mijn leven? Ja. Ik ga straks lekker op de fiets naar mijn werk. 4 uurtjes interieur verzorgen, zoals het mooi heet. En dan weer 1/2 uur naar huis fietsen. Nou, niet eens, 20 minuten. Zo. Dan ben ik lekker thuis en dan ga ik lekker een hapje maken. En ga ik nog een beetje programmeren en dan ga ik heerlijk naar bed. Hè? Met een schoon geweten. En vanuit die overtuiging, hè, vanuit die rust. En ik hoop dat jullie, ik vertel dit nu allemaal niet om mezelf helemaal de hemel in te prijzen. Maar dit geldt voor jullie ook. Dus ook voor jou geldt
dat jij niet voor niks doelloos geboren bent. Dat leven van jou gaat ergens over. Dat kan niet anders. En wat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat als je doet zoals die collega van mij, om mij te laten zitten met zijn grote conversie en dan achteraf wel gaan meevreten van de opbrengsten, dat dat niet de bedoeling is. En zo ken ik er nog wel meer. Hè? Van dat soort collega's van mij, die hebben dingen uitgefroten. Ja, dat hoort gewoon niet. Nee, maar zo zijn we niet getrouwd. Nee? Nou, zo'n collega, die kwam dan... Dan was het vrijdag en dat wist hij wel. Dan was bijna iedereen naar huis en dan vrijdagmiddag, weet je wel, lalala. En ik was een beetje de enige die nog zat te programmeren. En dan kwam hij ook langs, wel heel leuk en aardig. Maar dan belde hij aan, hè, beneden bij de voordeur, even bellen zo. En dan liep ik naar beneden en zei ik, hé jongen, heb je geen sleutel bij je? Jawel, zei hij, maar het is zo koud en ik denk, nou, ik bel even aan en ja, dan jij wel even open, dan hoef ik mijn sleutel niet te pakken. Ik denk, ja, maar ik zit hier boven te programmeren, man. Ik loop helemaal van jou naar beneden toe. Nou, dat heb ik 1 keer gezegd, heb ik 2 keer gezegd, heb ik 3 keer gezegd. Dat ding, nou ja, dan kon ik er gif op innemen. Dan zat ik op vrijdagmiddag te programmeren en dan om 2:30. Ja hoor, dan ging de bel weer. Kok weer naar beneden en dan stond hij weer. Wel, dat is, is koud, man. Het is echt koud. Nou, blij dat ik binnen ben, joh. Ja, mijn sleutel zit in mijn jak, in mijn jaszak, maar ja, dan moet ik ze pakken. En, ja, koude handen, heb je wel. Dus ik dacht, als ik nou even aanbel, dan kan jij wel even stoppen met programmeren en naar beneden lopen. Oh man, die maakt me mee bij mensen, hoor. En ben ik er boos en chagrijnig op die lui? Maar helemaal niet. Ze hebben het verprutst, dat hebben ze gedaan. Ze hebben verzaakt, dat hebben ze gedaan. En niet alleen in mijn ogen, nee, ze hebben verzaakt. Punt. En is dat mijn probleem? Nee. Is dat hun probleem? Nou ja, ook niet. Maar wat ze hadden kunnen meemaken, hebben ze niet meegemaakt. Ja, en wat je niet hebt meegemaakt, ja, dat mis je ook niet, hè? Nee. En ja, het leven is er niet florisant op vooruit gegaan voor die lui. Dan prijs ik mezelf nog gelukkig. Hey. Nou, en vanuit deze gelukzalige toestand, geheel levend vanuit mijn geloof. Ja, dat ik 1.5 jaar geleden dus vroeg aan die jongens daar in het streetcafé van hoe kom ik aan de slag bij de gehandicaptenzorg. Ze zeiden, nou, dan moet je daar en daar zijn. Ja, oké. Okay. Nou, dat heb ik nu voor elkaar. En deze maand, dat wordt mijn eerste maand, en dan heb ik een leuk inkomentje, hoor. Ik word niet stinkend rijk van, maar genoeg voor mij om van te leven. Snap je? Dan ga ik dan mooi mijn laatste 20 jaar van mijn levende bestaan in. En ik laat een heel mooi programma achter. Ga daar maar vanuit. En dan ga ik lekker voor de laatste keer naar bed, als het heet. Dan ga ik beginnen aan de grote slaap. En dan kan ik terugkijken op een juweel van een leven. En alleen maar dankbaar aan de Heere Heren, aan God, aan de wil, aan de opeenstapeling der synchroniciteiten, aan de algehele geest, zeg het maar, die mij dit prachtige bestaan gegeven heeft. Inclusief het feit dat ik getrouwd ben geweest met een vrouw en die ging vreemd. Dat is ook niet leuk. Daar word je ook helemaal stikzagrijnig van. Maar is dat mijn probleem? Nee, natuurlijk niet. Wat maakt mij dat uit? Ze heeft mijn dochter tegen me opgestookt. Maar is dat mijn probleem? Nee, natuurlijk niet. Mijn dochter heeft haar geloofd. Is dat mijn probleem? Nee. Wat kon ik eraan doen? Nou dan. En dan zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag, lieve lievelingen.